Brussel en Delaby. We zijn hier vandaag in Woluwe. Jullie kwamen met Lady Scharrebeke hier spelen, competitie. Jullie hadden vooraf één puntje en jullie hadden gehoopt vandaag te winnen, denk ik. Hè? Ja, zeker en vast. Maar ja, het is niet omdat we nu zoveel wedstrijden ook verliezen. We blijven nog altijd, ook al staan we 5-0, 6-0 voor, we blijven nog altijd knokken. De teamspirit zit er wel nog steeds in en dat is echt wel positief aan ons. Ja. Het is wel een aanpassing, hè? Van eerste provinciaal naar tweede klasse. Ja, zeker en vast. Dat hadden we ook wel verwacht. Maar ja, het is een beetje met de voetjes op de grond komen. En het werd wel een keer tijd, denk ik. Ja. Maar ja, we komen er wel. Zeker en vast. Jullie komen van ver, van tweede provinciaal uiteindelijk. Ja, inderdaad. Ik heb die evolutie heb ik hier nog meegemaakt zelfs. Ja, in tweede provinciale was het gewoon een beetje potten stampen. Eerste provinciale was het al iets beter. Maar ja, nu is het eigenlijk echt pure voetballen. En we moeten nu eigenlijk echt uit dat stramien beginnen geraken in plaats van die lange bal, van echt simpel te voetballen. En ja, dat is nog een beetje moeilijk, maar het komt wel. Oké, succes voor de toekomst. Oké, dankjewel.